jaar bent u begonnen met het installeren van zogenaamd slimme stoplichten. Daar is vertraging in opgetreden, klopt dat? Dat klopt. Maar die vertraging wordt inmiddels hard weggewerkt. En voor het einde van het jaar zijn, als het goed is, alle stoplichten omgebouwd tot slimme stoplichten. Wat was de oorzaak of de reden van die vertraging? Ja, die was technisch van aard. Om die stoplichten aan te passen zijn er aanpassingen in de software nodig. We hadden daar twee leveranciers bij. En uiteindelijk heeft één leverancier nu de hele klus onder zich genomen om het soepel uit te rollen. Er zijn inmiddels twee kruispunten voorzien. Om hoeveel kruispunten gaat het in totaal en wanneer zijn ze klaar? Volgens mij gaat het om zo'n 28 kruispunten in zijn totaliteit. Aan de westkant van de ring en aan de oostkant van de ring. En voor het einde van het jaar hebben we het concept van slimme stoplichten door aanpassingen te doen in die stoplichten en in de software die erachter zit, hebben we dat uitgerold. Wat zijn de voordelen ervan? De voordelen zitten in een snellere doorstroming van het verkeer. We maken de stoplichten ook meteen toekomstbestendig. Dus dat betekent dat wij de interactie ook met verkeer waar inmiddels al wifi in zit. We hebben auto's die in ieder geval ook op het internet zijn aangesloten, aangekoppeld. Die verbindingen proberen wij ook met de stoplichten op den duur te doen. Zodat je goed kunt monitoren waar ontstaat nou wanneer pieken in de verkeersbelasting. En hoe kun je de doorstroming beter doen. Wat is beter voor het milieu? He, als een vrachtwagen af moet remmen en daarna weer optrekt. Dan komt er heel veel uitstoot bij vrij. En door het juist op elkaar af te stemmen van alle stoplichten op de ring van Almelo. Zorgen we voor een soepele doorstroming. Minder uitstoot. En tijdsbesparing. Voordat het stikstofbesluit, voordat daar sprake van was, was u al bezig met het installeren van die stoplichten? Ja. Waren we dan mee bezig vanuit milieu-oogpunt? Ja. Wie bekostigt al die stoplichten? Dat doen we niet zelf. Het gaat over een operatie van vele tonnen, uit mijn hoofd 700.000 euro. En die wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Rijk en de provincie. Hoe uniek zijn de stoplichten? Wij zijn de eerste gemeente die dit op deze schaal uitrolt. Daar hebben we ook het landelijke nieuws mee gehaald. Sweco, die dat voor ons uitrolt, die promoot daar ook mee. Zodat meerdere gemeenten die stap willen maken naar slimme stoplichten ook in Almelo kunnen zien hoe dat in de praktijk werkt. Achter de schermen zijn zowel Lucia als Tina en Wilma knetterhard bezig geweest om alles wat op de balie staat voor jullie klaargemaakt. We hopen dat jullie een gezellige anderhalf, twee uur hebben en lekker genieten van het eten. Nou zijn de bonnen uitgedeeld voor de high tea. We wouden eerst wel geld vragen, €2,50, dan weer niet. We doen het deze keer niet. Ik heb wel een blik als iemand toch zegt ik wil een vrije gift geven. Mag hij daar wat in doen? Maar we doen, als iemand het niet kan missen, de €2,50, dan hoef je er niks in te doen. U heeft hier iets georganiseerd. Ja, wij hebben voor sowieso onze cliënten, omwonenden, mensen die alleen zijn, een high tea verzorgd. Wat een heel leuk initiatief. En hoe bent u op dat idee gekomen? Wij hebben vorig jaar gedaan in de week van de eenzaamheid, toen de commissaris van de Koning hier kwam, een ontbijt high tea achtergedaan. En dat was zo'n succes. En succes, nou u ziet dus hoeveel mensen er zijn. We hebben niet eens in de krant gezet. We hebben niet geflyerd, want mensen zijn zo enthousiast dat het zich doorvertelt. En we doen het graag voor die doelgroep. En hoe vaak wilt u dit gaan herhalen? We gaan dit elke 3 maanden doen.
En dat heeft er ook mee te maken. Het is best veel werk wat je naast je gewone begeleidingswerk en doet. Dus je moet er ook de tijd voor hebben. En ik denk één keer in de drie maanden blijft er ook echt wat extra's waar ze naar uit kunnen kijken. Wat vindt u van deze high tea? Nou, het is heerlijk en het is natuurlijk ook een heel mooi initiatief. Ik vind het echt geweldig. Ja. Bent u al vaker geweest? Ik ben hier, volgens mij was het in juli of augustus, was hetzelfde. Toen ben ik hier ook geweest, ja. Komt u hier ook heen om andere mensen te ontmoeten? Ja, zeker. Ja, ik werk niet meer sinds 3 jaar. Dus dan is het leuk als je wat nieuwe mensen leert kennen. Dus. Het is natuurlijk heel mooi dat mensen elkaar zo kunnen ontmoeten, met elkaar in contact kunnen komen. Ja, en samen eten verbindt. Dat blijft gewoon zo. En vaak moeten mensen allemaal alleen eten. En wij verzorgen natuurlijk hier ook altijd al de lunch. En dan zien we toch dat mensen graag komen lunchen. Al is het maar een gewone witte of bruine boterham. Je zit niet alleen aan tafel. Dus we hebben nu gewoon allemaal lekkere dingetjes voor ze die ze wel heel erg waarderen. En als ze mooie foto's maken allemaal. Komt goed. Dus voor jullie is er nou eerst Ranja met een taartje omdat het feest is. In samenwerking met de gemeente Almelo, Kolgas, Waterschap, Beter Wonen en Sint-Jozef een geweldig project hier gedraaid op de Stepschool in het Nieuwstraatkwartier, namelijk Junior Energiecoach. Het is een heel mooi project waar we de jeugd bewust laten worden van energie en alles wat daar omheen hangt. 5 weken lang zijn we met groep 5, 6 en 7 aan de slag gegaan met verschillende thema's. Bijvoorbeeld de lampen, wat voor soort lampen zijn er, welke zijn de energiezuinig, laat je onnodig lampen branden. Ik kreeg ook een opdracht mee naar huis, dat ze af en toe, als het nodig was, de lamp niet onnodig moesten laten branden. Dus er waren hele leuke taferelen dat ze, als hun ouders in de kamer zaten, dat ze dan de lamp uitdelen. Want het was zuinig, zeg maar, besparing. We hebben het gehad over stekkers. Laat niet onnodig stekkers in het stopcontact zitten, opladers. Bijvoorbeeld een foto. Moest je de kachel laag zetten, moest je een warme trui aan of een jas. Mooi. Wat denk je, wat zou erin zitten? Een trui. We hebben 35 kinderen die mee hebben gedaan hier binnen de Stepschool. Dan hebben we 8 kinderen die mee hebben gedaan vanuit het Meester Siebelinkhuis. Die hebben dat met een groep opgepakt. En dan hebben we nog een aantal die zich via de site van Junior Energiecoach, dus die kinderen die niet op de Stepschool zaten, ook 8 kinderen in Almelo, die hebben dus via het internet meegedaan. En al die kinderen waren hier vandaag en hebben hun diploma behaald. 5 minuten douchen bespaart heel veel. De verwarming een graadje lager zetten bespaart heel veel. Nou, allerlei dingen hebben we met ze doorbesproken. En toen gaven ze zelf aan van, we vinden dit toch best pittig. En kunnen we het ook nog wat interessanter maken. En toen hebben ze eigenlijk zelf bedacht van, wij willen wel als energiecoach op pad. Om bij verschillende gebouwen in Almelo te gaan kijken of zij daar goed omgaan met energie. En hebben we gisteren voor het eerst gedaan. Ben ik met een groepje kinderen naar het politiebureau geweest. En hadden ze allemaal het labeltje op, Junior Energiecoach. Daar waren ze heel trots op. En we komen daar binnen en ze zijn dat mooie kerstdorp aan het opbouwen. En het eerste wat een van de kinderen zei van, dat kost toch heel veel stroom. Wat kunt u voor startende ondernemers betekenen? Credits doet eigenlijk 2 dingen. Wij helpen startende ondernemers om te starten, dus om een ondernemersplan te schrijven en goed na te denken of een onderneming wel iets wat bij hun past. Dat is heel erg belangrijk, hè? Als je gaat ondernemen moet je ook echt weten en de passie hebben dat ondernemerschap iets voor jou is. Welke diensten biedt u allemaal aan? Ja, we hebben dus verschillende e-learnings, coaching, templates voor startende ondernemers om te helpen om een ondernemersplan te schrijven.
En daarnaast verstrekken we krediet. De meeste startende ondernemers komen bij ons omdat ze krediet nodig hebben. Ze gaan vaak naar de bank, kunnen ze geen krediet krijgen en dan worden ze doorverwezen naar credits. Als je naar www.credits.nl gaat, kun je online je aanvraag voor een krediet indienen. En dat zijn bedragen tot 250.000 euro. We kijken op een andere manier naar de ondernemer en het plan. Dus we zijn niet zo gericht op financiële ratio's of zekerheden. We kijken, ben jij echt een ondernemer en kun jij het plan wat je op papier hebt gezet ook echt uitvoeren? En dat doen we door naar de personen thuis te gaan. Dus we bezoeken je als ondernemer thuis, hebben een interview met je. Dus we zijn veel persoonlijker dan een gemiddelde bank. Koningin Maxima is meer dan geïnteresseerd in credits. Ze is zeer betrokken bij credits en ook bij ondernemerschap in Nederland. Dus ik denk zeker dat ze ons volgt. Credits is min of meer een ideologische instelling. Waar betrekt u als instelling het geld van? Ja, wij zijn een sociale onderneming. Dat betekent dat bij ons winst maken geen doel op zich is. Wij moeten winst maken om nieuw geld te kunnen aantrekken om in kleine leningen uit te zetten. En wij trekken geld aan van banken, van verzekeraars, Europese instellingen en van overheden. En op die manier hebben we al meer dan 250 miljoen aan leningen aangetrokken. Hoe uniek is credit? Heel uniek. Er is eigenlijk geen andere instelling in Nederland die op sociale basis krediet verstrekt aan ondernemers. Dus wij zijn de enige sociale kredietinstelling in Nederland. We verstrekken zo'n 400 leningen per maand. Maar dat moet veel meer. Er zijn veel meer ondernemers in Nederland die krediet nodig hebben. Niet alleen maar starters, maar ook bestaande ondernemers. Dus we willen graag groeien. Welke reacties krijgt u terug van startende ondernemers die een beroep op u hebben gedaan? Dat is natuurlijk verschillend. Hè? Als je het krediet krijgt, dan zijn ze vaak ontzettend blij en dankbaar. Het feit dat ze kunnen beginnen met een krediet van credits, dat zullen ze eigenlijk nooit vergeten. Dus die mensen die volgen we ook. Hè. We geven ze ook coaching, trainingen. We proberen aan alle kanten om ondernemers die wij financieren te helpen om te blijven groeien. En dan heb ik dus ook veel contact met ze.